Guilherme, als eerste van harte gefeliciteerd met je debuut. Dankjewel. Natuurlijk 4-0 onderuit gaan, dat is natuurlijk niet het debuut waar je op hebt gehoopt. Hoe kijk je zelf terug op je debuut? Ik stond op een andere positie dan normaal. Ik denk dat ik het wel goed heb ingevuld. Alleen is het natuurlijk wel jammer dat je met 0-4 verliest. Je bent natuurlijk van origine een rechtscentrale verdediger, als ik het goed heb. Dan op linksback. Je hoorde denk ik net voor de wedstrijd, hè? Ja, Moreno viel eruit. Van tevoren was er al gezegd dat ik linksback zou spelen als Moreno niet zou spelen. Als ik het team kan helpen, dan doe ik dat graag op linksback. Dus voor jou wel een nieuwe positie. Ik wil je daar meteen wel een compliment te geven. Want ook op Twitter zagen we dat de mensen wel enthousiast over je waren. Je speelde geen verkeerde wedstrijd in ieder geval. Ja, voor mijn gevoel ook niet. Zoals ik al zeg, ik deed mijn stinkende best. Als ik het team daar kan helpen, dan doe ik dat heel graag. En dan kan het opeens toch snel gaan. Je zit dit jaar voor het eerst echt vast bij het eerste. En dan maak je in de zesde speel ongeveer je debuut. Ja, het kan heel snel gaan. Had ik eerlijk gezegd niet gedacht. Maar zoals jij zegt, het kan heel snel gaan. Het is sowieso een raar seizoen. Je hebt natuurlijk net 8 dagen in quarantaine gezeten ook zelf. Hoe heeft het jou beïnvloed op de wedstrijdvoorbereiding? Hoe heb je dat meegemaakt? Voor mij was het niet echt anders of zo. Natuurlijk doe je even een paar dagen niks. Qua met bal dan en zo. Maar zodra je weer op de club komt, ben je weer met de bal bezig. Ben je weer aan het wennen. Dus dat is op zich wel een beetje hetzelfde. Dan tegen Cambuur. Dat is geen misselijke tegenstander om je eerste wedstrijd tegen te spelen. Hoe voelt het niveau? Ja, het was wel een aardige krachtmeting natuurlijk. Op linksback dan ren je op en neer. Dus dat voel je wel aardig in je benen. Maar Cambuur, ik denk dat Cambuur gewoon een maatje te groot was vandaag. Dan verder, komende vrijdag tegen Almere City. Denk je dat jullie zelf trouwens een grote klap heeft opgelopen met deze wedstrijd? Ja, 0-4. Ja, ik denk het niet. We moeten gewoon door blijven gaan, kop omhoog en vrijdag punten pakken. En dan gaan we Guilherme Sierenveld nog veel zien dit seizoen, denk je? Ik hoop het wel.